Roy Ristie is afgelopen week benoemd tot de Goodwill-ambassadeur van het Kinderboekenfestival Suriname. Bij zijn installatie was het volledige dagelijks bestuur van het KBF aanwezig. Met deze benoeming wordt van Ristie verwacht dat hij een bijdrage levert aan het uitdragen van het Kinderboekenfestival. Het festival is in december 2002 opgericht om het leesgedrag onder kinderen te bevorderen. Door het jaar heen organiseert de stichting verschillende educatieve en creatieve activiteiten. Roy Ristie werd bij zijn installatie geroemd door secretaris Agnes Rietveld van de stichting Kinderboekenfestival. Ristie gaf aan dat hij zich vereerd voelt met het vertrouwen dat de stichting in hem stelt om deze verantwoordelijke functie op zich te nemen. Hij benadrukte het belang van lezen voor kinderen. Lezen is meer weten, zegt Ristie nog.